Hey allemaal, welkom bij de November Submission. We hebben deze maand in totaal 1787 kaarten opgestuurd, inclusief die van mij. Niet dat er zo extreem veel waren, maar ja, de giveaway is dus duidelijk een feit, waarbij dat we gewoon 1000 kaarten moesten opsturen. Ik zal even overlopen wat er allemaal in zit. Zoals jullie weten, elke kaart die je hebt opgestuurd geldt als een lotje voor de trekking die ik waarschijnlijk dit weekend of volgende week zal doen. Als eerste is er een pakketje Great Sleeves van 50 stuks. Zodat je het altijd al makkelijk kunt opsturen. Zeker nu de toploaders allemaal uitverkocht zijn. We hebben een boosterbox van de Japanse set Infinity Zone. Tweemaal blisters met een pakje Darkness Ablaze en Rebel Clash. Dan ook nog wat kaarten, wat sealed promos. En gewoon nog wat kaart, dus een Ancient Mew, een Soccer Pikachu, Charizard Illustrator, een Gengar Full Art, Charizard V Full Art, en dan drie keer de NT promo. Dan hebben we ook nog deze twee. Ik ga niet de kaarten weggeven, maar wel de leren case eromheen, zodat je je kaart optimaal kunt beschermen. De November Submission zal waarschijnlijk in een paar delen op YouTube komen, omdat het anders echt een veel te lange video wordt. Dus ja, zeker volgen voor de volgende ook nog. Voordat ik begin met de eerste persoon, zou ik graag nog even vragen om zeker te abonneren en te liken. Dat zou mij enorm hard helpen en zo blijf je ook up-to-date voor de volgende video's. Dus we hebben als eerste Charizard pre-release, Jirachi Amazing Rare, Zacian Amazing Rare, een paar tech teams van de All-Star boxen. Vivid Voltage, de Japanse Stained Glass, een paar Neo Genesis'en. Het zijn niet alleen de holo's die daar veel waard bieden, het zijn ook de starters van die sets. Dan een Band Art, niet alleen Pokémon, maar ook Dragon Ball Super denk ik dat is. Hij heeft mij alle info gegeven over deze kaart, want ik weet er zelf niet zoveel aan. En dan nog heel veel dan deze. Vervolgens hebben we Hendrik met 5 kaarten. Hitman Lucario GX, Giovanni's Exile, Martial Arch Dojo, Hiker en Jesse & James. Dan hebben we Lin, ook met 5 kaarten. Charizard van Evolutions. Heel benieuwd wat er deze maand eentje in 10 gaat halen. Charizard V-Max. Rayquaza GX. Charizard V. En een Rayquaza GX. Dan hebben we Robin. Of Crypto Steelix van de Discord. Een Charizard Illustrator promo. Vervolgens Vincent. Die heel duidelijk kan zien dat staat niet alles is. Het is ook de emotionele waarde, zoals deze Celebi. Dan nog wat Amazing Rare. Als er iemand die te koop heeft aan mooie prijzen, mogen ze het mij altijd laten weten. Charizard pre-release promo. Rillaboom Gold. Colossal Gold. Heel veel gold. Amazing Rares. Een Legendary Heartbeat set in Japan. Korokoro Mew. Mewtwo GX, Gengar, altijd leuk, en Mimikyu natuurlijk, Umbreon EX Full Art, Electivire, level X'en zijn het heel goed aan toen ook, en Regix Pikachu Shadowless, en Armored Mewtwo uit de Fall 10 van 2019 denk ik, heel duur aan het worden trouwens. Dan hebben we Shenlong met 17 kaarten. De McDonald's promos, de Rayquaza, maar Shinings en Shining Legends, Shiny Charmander van Ultra Shiny GX. Zoals jullie weten is Ultra Shiny V ook net uitgekomen. Er zullen ook wel heel wat kaarten aan binnenkomen in januari, denk ik. Charizard V Max van de Japanse Dix, Venusaur Nederlands First Edition, Raikou Staff pre-release. Charizard V Max,
Mega Charizard DX en de Reverse Charizard van Evolutions. Dan hebben we Jure met 19 kaarten. Zoals jullie kunnen zien heb ik ook alles in Greatfeats gestoken. Dat heeft PSA graag. Rayquaza Reverse, Metagross GX, een paar Charizards van de Japanse Astonishing Voltackle. Pikachu van de Radiant Collection. Pikachu Neo Genesis, Machamp. Crookie on the Ball. Er is ook al een Eevee van uitgekomen. De andere twee starters van Sword and Shield komen ook nog. En dan de Pikachu, die echt onwaarschijnlijk moeilijk te krijgen gaat zijn. Charizard van Dragon Majesty. Pikachu Full Art van Generations. Tohoku Pikachu. Nog één. 3 in totaal. En de Charizard van Generations. En hier heb ik ook even moeten vragen, want ik was het vergeten. En ik weet het nu ook al niet meer. Dan hebben we Robin. Nu is nog net op tijd voor de submission. Want dichtbij, dus dat is altijd makkelijk. Een paar Shinings. Shiny Region op Instagram. Zeker volgen. Rayquaza Amazing Rare. Charmander Toys R Us promo. Dark Charizard van Team Rocket. Een paar Illustrator Charizards. Die zullen nog heel veel voorbij zien komen. eBay was er helemaal gek van geworden, denk ik. Hoeveel er daar verkocht zijn. En aan welke prijzen ook. Pokémon Breeder Full Art. Alakazam. Ninetales. Charmander. En dan een leuk setje. Tops. Dan hebben we Jeroen. Met 7 kaarten. We hebben Cyndaquil. First Edition van Neo Genesis. Skarmory. Ampharos. Articuno van Fossil. Zapdos. Totodile. En Steelix. Als volgt hebben we twee vrienden die dat meesturen. Vincent en Joshua. Deze zijn de kaarten van Vincent. Charizard GX, Charmander, Garchomp, Gible, Wooper, Quagsire. Heel veel Hidden Fates blijft maar binnenkomen. Zoals jullie wel kunnen zien. Amazing Rares. Prachtige kaarten. Charizard GX, Mewtwo GX. Deze wordt echt veel te veel gepoeld. Vind ik zelf. Ik zie overal dat ze die uit teams kunnen halen. Dries weet er alles van, denk ik. De Guzzlord GX, Naganadel GX Silvally. Nog Hidden Fates, Leafeon, Lucario. Nog een Lucario. En dan, om af te sluiten, de 10 promos Charizard. Dan hebben we dus Joshua met 10 kaarten. Pikachu V, Charizard, Venusaur van Legendary Collection, Charmeleon, Charizard GX, Gyarados GX, Espeon GX, Raikou Amazing Rare, Greninja en Suspicious Food 10. Dan hebben we Mike. Ja, dan hebben we Mike. Shining Mewtwo, Blossom First Edition, Tyranitar, Ninetales, Golem, Articuno, Squirtle. En normaal nog een Squirtle, dacht ik. Ja, nog een Squirtle. Raichu. Pikachu. Allemaal Reverse E-Series. Hoppip. Goldeen. Charizard van Expedition. Crobat. Pikachu. En nog wat. In een Fates 10 promos. Daarna hebben we Ivo. Met zijn zoontje de kaart komen afgeven. Waar ik sta gegeven natuurlijk. Umbreon GX, Espeon, Glaceon, Evolutions allemaal. Charizard GX. Charizard Hyper. Entei GX Hyper Rare. Charizard VMAX. Full Art Pikachu's. Mega Campaign Pikachu, Easter Pikachu, Aerodactyl pre-release. Mewtwo GX. Nou, we moeten die toch echt wel eens in een 10 terugkrijgen. Raichu, Grookey on the Ball. En dat is de andere, Eevee. En dan nog een Mega Charizard EX. En eentje van Detective Pikachu. Dan hebben we nu Mats. Met de Jirachi Amazing Rare. Rayquaza. Pikachu Full Art. Prachtige kaarten, die Full Art. Charizard pre-release.
Shining Jirachi, Magneton in het Spaans, dacht ik. Charmander ook in het Spaans. En nog een Charizard van de topseries. Dan hebben we Xavier met 13 kaarten. Mew Goldstar, Armored Mewtwo, ook van die Fall. Tin Chest. Charizard V, Full Art. Heeft er een paar opgestuurd. Charizard V van Darkness Ablaze, ook een paar. Dan de Charizard V Max. En die van het Japanse deck. En dan nog de Hyper Rare Charizard V Max en Champions Path. Dan hebben we terug twee vrienden die opsturen. Als eerste is het Robin. Met de Charizard V, Full Art. Shining Lugia, Charizard GX, Charizard V Max, Shining Ho-Oh Promo van de ETB's. Twee daarvan. Nou, ze glijden niet zo goed, de Great Feats, maar wel topkwaliteit voor de rest. Charizard GX, eentje van Hidden Fates, Ancient Mew en de Charizard Illustrator. En de vriend van Robin is Michael. Charizard wel wel centered. Altijd een mooie kaart. Charizard V. Charizard EX van Flashfire. Charizard van Power Keepers. Charizard GX de promo. Veel Charizards. Level X Glation. Charizard. Mega Venusaur. Full Art. En een Umbreon van Neo Discovery. Vervolgens hebben we Freek met 15 kaarten. Celebi Amazing Rare, Zamazenta, Pikachu V, Mega Manectric, Felix White kaarten dacht ik. Al lang geleden dat we die echt hebben gezien. Pidgeot DX, Thunderous, Eevee GX, van de Pokémon series Sylveon EX, Flareon EX, Entei van de VS series. De Pikachu VMAX van de set, Full Art Pikachu. Pre-release Charizard, Comedian Pikachu. Dan hebben we Jo, met 8 kaarten dacht ik, ja. Die gouden Reshiram in Charizard GX. Denk je dat iedereen wel wil pullen uit de Tag Team All-Stars boxen. Shining Rayquaza, Shining Mew, Shining Arceus, Mount Coronet, Charizard Illustrator, Charizard van Generations en de Mewtwo. Dan hebben we Marvin. Charizard EX van de Art Collection. Boek. Dan hebben we nog wat. Ik ben de naam vergeten. Dit is de Firefighter Pikachu. Dragonite van Rocket. Japanse Holos. Lugia. Twee keer Lugia. Vaporeon. Jolteon. Flareon. Altijd leuk als je die per 3 kunt doen. Machamp, nog een Machamp, Mewtwo, heel wat Mewtwo's, Nederlandstalige, Rayquaza GX en de Charizard. Dan hebben we Kevin, een vriend van Marvin, die ook zijn eigen kaarten opstuurt. Deze ga ik hem nog moeten sturen, want ik zie net dat het Nederlandstalig is. Even apart liggen. Trouwens, PSA grade enkel de Nederlandstalige van de base set en die van Jungle en alles erachter. Dus zou je het ook weten, geen Nederlandstalige Jungle, Fossil en zo. Alakazam, Lepras, Charizard VMAX, Crobat V Full Art, Mewtwo EX. Er eentje achter. Nee. Charizard Reverse. Dragonite, Mega Charizard, Misty, Raichu, Ninetales, Gyarados, Surfing Pikachu, Flying Pikachu en nog een Surfing Pikachu. Dan hebben we Marvin en Kevin ook samen kaarten gekocht en opgestuurd, denk ik. Lugia van Neo Genesis, Zapdos, Gyarados, Alakazam en Nidoking.
En hebben we Lennart, denk ik. Ja, Lennart met 11 kaarten. Darkrai GX, Umbreon GX, Raichu. Deze mag wel, dat is van de B-set, Nederlandstalig. Glaceon GX, Multiceptors en Articuno, Dragonite. Weer zo, Hyper Air, Birdrio, Articuno, Charizard. En nog eens de Birds. Vervolgens hebben we Neil. Met meer dan 30 kaarten. Dus dat is wel een hele hoop ook al. We hebben de Charizard V-Max. Vaporeon Reverse. Charizard van Generations. Evolutielijn volledig. Tyranitar. Houndoom. Die is heel moeilijk om goed te creëren door de deukjes die daar... Door de cartridge dat erachter zit. Pikachu. Zelfs de naam al even kwijt. Light Flareon. Cyndaquil. Quilava. Light Jolteon. Alakazam Goldstar. Nou, een degelijke staat. Voor een Goldstar toch. Rayquaza EX. Dragonite Game Boy Promo. De Pikachu V-Max. En de andere. Mooi naast elkaar. Deze is de promo. Dat is die van de set. Cyndaquil. Quilava. Chikorita. Cyndaquil. Quilava. Nog een Quilava. En nog een Cyndaquil. Charizard V Full Art. Croconaw. De andere Croconaw. Heel leuk om dat verschil te zien binnen dezelfde set. De Lugia van de 10e film. Blaine's Arcanine. Chikorita. Charizard. Tyranitar. Nog een Tyranitar. En nog een Tyranitar. En komen we nu aan bij de grootste zender van deze maand. Dat is Dylan samen met Patrick. Maar liefst 179 kaarten. Waarvan ook soms zoveel dezelfde. Ik ga even een kleiner stapeltje pakken. Dus hebben we de Rayquaza. 4-5 keer. Tapu Koko Prism. We Tech Team All-Star kaarten. Blastoise. Zapdos. Zelfs de holos zijn echt eigenlijk prachtige. En die zit Alolan Ninetales. De drie baby Pokémon. De Dedede GX. Necrozma. In elke box krijg je ook één Secret Rare Energy kaart. Ook altijd leuk. Bird promos. En dan heel veel Pikachu Playing in the Sea. Niet meer op camera, sorry. Dat zijn allemaal dezelfde op zich. Nog Pikachu. Ja, echt heel veel heeft hem erop gestuurd. Dan Venusaur EX. Die dat in de Generation boxen zat. Red Pikachu. 3, er komen er nog. Nog Red Pikachu. Als het toch zoveel dezelfde kaart, nu ga ik even de kans grijpen om te zeggen dat het heel belangrijk is dat je in zo'n soort sliefjes steekt. Die zijn veel beter om ze uit te halen, om deftig te bekijken. En het is ook wat dat PSA wilt. Dat zijn Ultra Pro Soft Sleeves, gebruik ik zelf. Dus ja, zorg zeker dat ze daarin zijn, anders moet ik ze hersteken en dat is alleen maar extra werk. En Ultra Pro Sleeves zijn het goedkoopste. Toch die Soft Sleeves. Nog wat Full Art Trainers. Hele leuke kaart deze. Fireplume. Ook leuk dat die trainers ermee op staan. Charizard en Reshiram. Deze is niet die van Tech Team All-Stars. Een originele set. Persian. Nog wat Birds. Porygon promo. Twee keer een Mech. Keldeo. Keldeo Full Art. Machamp en Marshadow.
Executor en Rowlet. Zien ik er zeker geen mis. Gardevoir VMAX. Galarian Corsola. Die hebben ze gemaakt omdat koraal aan het uitsterven is, om het zo te zeggen. Wel leuk gedaan, weet ik. Graplocked V, Lucario V, Turkey Lucario, Gardevoir V, Dreadnought V, nog een Dreadnought V, Dreadnought V Max Hyper Air, de gewone, Kabu, Suspicious Footin, twee keer. Zoals je ziet heeft hem heel wat Champions Pad geopend, dus ook wat promos. En als je veel Champions Pad opent, dan zit er natuurlijk ook een dikke kans in dat je de Secret Rare poelt. Pikachu. Hier heeft hij er ook heel wat van opgestuurd. Even aan het doorgaan. Het kan zijn dat er sommige tegen elkaar plakken. Voilà. We hebben Alistair. Heroes Metal. Memory Capsule. Colossal V. De VMAX. Charizard GX. Nog altijd niet gedaan. Er komen nog een heel pak kaarten aan. Charizard GX nog altijd. Charizard EX van Generations. Promo erbij. Dan hebben we nog een Alolan Executor en Rowlet. Wishiwashi GX. Inteleon VMAX. Raichu GX. Galarian Stunfisk, Pinchurchin, Piplup, echt mooie promo, mooie Full Arts, Butterfree V, Houndoom V, Cinderace V, Full Arts. Daarachter zit een Boltund verstopt, een Wishiwashi GX, Rhyperior, even mijn favoriete kaart van de set, Stunfisk, Scissor, nog een Scissor, Rillaboom, Surfing Pikachu. Twee keer. Niet alleen nieuwe kaarten, maar ook toch wel oude. Heracross van Neo Genesis. Skarmory. Nog één stapeltje van Dylan. En Patrick natuurlijk. Coughing Reverse. Wheezing Reverse. Psyduck Pikachu. En nog een Pikachu. Leafeon EX van Generations. Celebi Amazing Rare. Team Rocket kaarten. Om een of andere reden heel veel Azumarills. Van Neo. Pikachu. Nog een Pikachu. En we eindigen met heel wat Pikachu's. Dylan heeft ook gevraagd of we een kaart kunnen reholderen voor hem. Omdat hij tijdens het chippen een kreuk had opgelopen. Zoals jullie kunnen zien. Hij barst. Hier ook. Omdat het door de kaart heen gaat. Als het nu gewoon hier zou zijn, dan zou het geen probleem zijn. Maar als het hier doorgaat, gaan ze hem ook opnieuw moeten creëren. Omdat dat, anders kunnen ze de staat niet garanderen. Dus ja, dan weten jullie dat ook ineens. Dan hebben we Dennis. De Mario Pikachu. En de Luigi Pikachu. Mijn favoriete kaarten, die Poncho Pikachu's. Mega Tokyo Pikachu. Blastoise. Dark Charizard, Plains Charizard en de Charizard V Full Art. We hebben ook nog Yentl. Met iets meer dan 30 kaarten, denk ik. Charizard Illustrator. Metagross Reverse van Delta Species. Himakuni. Charizard. De Charizard Pre-release van Vivid Voltage. Squirtle Reverse. Charizard Gold Star. Nog een hele goede staat, vind ik zelf. Charizard GX, Charizard V, Charizard van Basit, Charizard van Evolutions. Nog een Charizard. Ah, heel veel Charizard natuurlijk. Ja. T17, Crobat, Shining Mew, Shining Gyarados First Edition. Pre-release Lugia, Shining Ho-Oh, Jolteon van de World Championship deck. De Pikachu Full Art, Ritz Pikachu, Umbreon, nog een Umbreon, en nog een Umbreon. Rocket Zapdos, Crobat, Dark Ivysaur, en ik dacht dat deze hier het complete set was van de Pokémon's. En nog een extra Charizard van achter.
Vervolgens hebben we Lars. Die stuurt 25 kaarten op. Aerodactyl, EX, Raikou, Amazing Rare, Celebi, nog een Celebi, Samazenta, Jirachi, en dan enorm veel Charizard Illustrator promos. Een van de mooiste Charizards vind ik. Maar ja. Dan hebben we Jennifer, Charmeleon, Entei, die trouwens in de giveaway zit, sealed. En Raikou. Vervolgens hebben we Niels. Met 48 kaarten. Charizard van Japanse base. No rarity symbol. Spaanse Charizard. Nog wat Spaanse base sets. Base set creators. Zo goed als alle talen. Ik denk zoals allemaal. Maar in de andere is het enkel Japans en Engels. Darkrai, Porygon 2. Blijf me altijd verbazen hoe een goede conditie dat Niels die EX era kaarten kan vinden. Een paar illustrators, alsof we die nog niet genoeg hebben gezien in deze submission video. Blossom, Shiftree, Figurot, Sudowoodo, Ninjask, Shedinja, nog een Shedinja en Ninjask. Tauros, Swalot een paar keer. Dusclops, Altaria ook twee keer. Prachtige kaarten allemaal. Wigglytuff, Shiftree, Altaria, Lunatune, Grumpig, Blossom, Swampert, Aggron, Tauros, Cacturn, Ludicolo, Team Magmas, Houndoom Reverse, Team Aquas, Manectric, Crobat, Azumarill, Corbis, Elekid en Porygon 2. Dan hebben we Joffrey. Mijn Charizard V. Full Art. Charizard pre-release. De Cracked Ice Charizard. Nog een Cracked Ice Charizard. Die zijn van de Team Nix. Ja, een prachtig setje. Hè? De Munch. Kaarten. Mimikyu. Enorm duur. Zelfs zonder gegrade te zijn. We hebben Eevee, Psyduck, enorm moeilijk te graden. Enorm moeilijk. De moeilijkste van de vijf. Rowlet. Pikachu ontbreekt wel, maar ja, die zal hij al wel hebben. Dan nog wat Charizard Illustrators. En de promo. Die uit een van mijn packs gezet gepoeld. Dat ik hem had opgestuurd. Dus hopelijk scoort hij goed. Dan hebben we Robin. Met 6 kaarten. De Mew van Evolutions. Shining Mew, Dark Ampharos, Sation, T17 First Edition. Staat zal wel niet meer al te goed zijn, maar enorm nice kaart om te hebben. En de Venusaur Game Boy promo. En ook nog Dario. Met een VMAX Pikachu van Vivid Voltage, Espeon GX, Eevee on the ball en Grookey on the ball. Als die andere gereleased zijn, zullen we ook nog veel in de service krijgen, denk ik. En de Charizard V Full Art. Dan gaan we nu over naar de laatste 5 mensen van deze video. Beginnen doen we met Jeroen. Met Mew V, Charizard V Max, Charizard, Mega Charizard EX, Machamp, Dark Charmeleon, Stained Glass Promo van Eden Fatesteens. Samazenta, Amazing Rare, Salamence V, Chikorita, Raichu GX, Charmander, Rockruff, Lucario, nog wat V-Maxen, Pikachu, Promo, de Rowlet en Alolan Exeggutor, Charizard GX, bijna die rechter vergeten. Butterfree, VMAX, Reshiram, Gardevoir, Giovanni's Nidoran. Zelfs de common first editions van The Wizards of the Coast worden nu enorm duur in PSA 10. Zelfs PSA 9 soms. Jesse and James, Full Art, Giovanni's Exile, Raichu GX. Nog een Raichu GX. En ik denk dat deze allemaal Hidden Fates
Charizards. Ah, nee, nog een Pikachu ertussen ook. Voilà. Dat waren de kaarten van Jeroen. En dan hebben we Jori. Met één kaart. Ja, toch een extreem mooie kaart. Vervolgens Mats. Een neef van Robin. Met Charizard VMAX. Normaal ging Robin zijn kaarten ook al zijn, maar die zijn er nog niet. Moet ik die voorlopig even zo opsturen. Dan hebben we Gary. Met de Charizard Illustrator. En als laatste van deze video hebben we Glen. We hebben de Suicune EX, Latios EX. Allemaal prachtige EX kaarten. Muk, Aerodactyl, Kingdra, Latias, Raichu, Nidoking, Shadowless. Voor de mensen dat nog niet weten. Hier zie je geen schaduw. Oh, die is ook toevallig. Even, hier wel. Zo. De Shadowless, Redcheeks, Pikachu, Shadowless, Gyarados, Blastoise. Hier zie je dus duidelijk wel een schaduw. Charizard, Bulbasaur, Hitmonchan, Wartortle, Squirtle, Charmander. En de laatste, een Squirtle. Er zit er nog eentje achter. En een Charizard EX. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven wanneer de volgende video's komen. En like de video zodat ik zeker weet of dat wel nut heeft om deze video's te maken. Want ik heb enorm veel tijd is. Tot de volgende!